De cliënten van het psychiatrisch centrum Suriname hebben talent. En dat bewijzen zij door de producten welke wordt verkocht op de verkoopdag. Vandaag werd er op het voorterrein van het psychiatrisch centrum Suriname dan de door de cliënten vervaardigde producten aan de man gebracht. Van houten banken tot heel wat andere spullen die met zorg, die met liefde en onder de juiste begeleiding is vervaardigd. TBN Prime Alert, die was er ook op locatie en we legden voor u het volgende verslag vast. Jullie hebben vandaag een PCS verkoopdag. Verkoop waarvan? Waarvan die spullen, wat ik hier gezien, zijn die spullen die de cliënten heeft gemaakt. De cliënten die echt de kracht geven aan de instelling. Je ziet het zo, het zijn mooie dingen. Creatieve dingen waar die cliënten met een idee komt. En ik werk mee met hun. En al die cliënten ze hebben wel de kracht gegeven om een mooie idee naar voren gebracht. Ja. Vooral wat je daar gezien, bijvoorbeeld met die oude vorm van die poten. Zijn die met handen gemaakt. Beter met houten hamer. En je hebt bepaalde heren die echt houdt van schuren. Die andere heren houdt van vorm maken en die andere houdt van bepaalde dingen om te verven, schilderen en dergelijke. Je ziet dat hier als een voorbeeld aan tafel met mooie poten figuren. Een van die heren zei, meneer Kato, ik heb een mooie idee, een geschiedenisidee van toen de tijd. Bij hem zie ik wel een tekening eerst maken, dan komt deze op zijn plaats. Zijn die voorheen, is bijna, dit is een tafel bijna na zoveel eeuw, dus dit tafel is teruggebracht. Welke Fransen? Allemaal. Oké. Toen de tijd. En ze hebben dat gedaan met plakjes hout van de Barça Lucas hout. En die houten zijn de hard hout. En ook bij een souvenirtje, ook aan de cliënten komen met ook een idee van idee met pennenhouder, sieradenpot en dergelijke dingen. Mm-hmm. Zie je dat er met een mooie idee, herten, schildpadden, vissen en de ene zwan. En die komt met een mooie idee. So, die andere komt met een idee, verf, mooie verf met plakjes, hoe neem je, kralen. Ja. Plakjes kralen. Ja, dus dat is deze hier. Ja. Oké. Nee, dat is zo. En hoe vaak zijn jullie, wordt dit dagelijks gedaan? Dagelijks, ja. Dagelijks tot 3 uurtjes maar. Tot 3 uurtjes. Die heren moeten niet zo hard aanpakken. Weet je, zijn cliënten, die geestelijke cliënten, zijn chronische patiënten die in de afdeling. Je moet niet zo hard pakken tegen die cliënten. Nee. Werk met je hart. Dan zie je deze voorbeelden, zijn goede voorbeelden van de patiënten. Zie je dat alle voorbeelden wat we zien. Cliënten werken met liefde, vooral liefde. Ja, dit is het wat ze heeft gemaakt. Ja. En dit valt dus dan onder houtbewerkingstherapie. Ja. Kunt u wat meer uitleg geven daarover, heer Charles? Therapie kan het veel doen, zoals veel doen. Je kan ook therapie die mensen die echt, eigenlijk je ziet dat cliënten die zitten, maar ze vragen naar iets, meneer Kato, heb je iets te drinken? Ja, dan geef je dingen, dan geef je stroop of wat dan ook. Dan geef je dat gewoon samen met hun mee om te gaan dingen meedoen met die creatieve dingen. Maar voor elke dag, elke dag 3 uurtjes maar. Je werkt met bepaalde cliënten, vooral cliënten die echt houden van schuren. Laat die cliënten even dagelijks even schuren. Maar je hebt 2 personen die echt hard, die maken die van een vorm. Maar je kan niet hard handen aanpakken tegen de cliënt. Nee, als het maar 1 poten, 2 dagen, laat ze maar 2 dagen doen. Weet je? Dus u legt geen druk op hun? Nee, geen druk. Nee.
Dus je ziet van de mooie energie die potten waren zo mooi gemaakt door de cliënten. Schilderen met dingen, maar door het hard geregend, jongensleden, is dat ding, alles met mooie dingen zijn afgewassen door de regen. Dus je ziet dat de andere cliënten die bezig ook met de plantjes en dergelijke dingen. Mm-hmm. En ik vind het echt leuk. Vooral je ziet dan cliënten die echt hou van bezig zijn, sta achter hen. Yeah. Laat niet dat kind aan de cliënten niet aan de kant. Ga mee met hun. Alles gaat het mooi bij zich. Ze leveren iets. Ze leveren iets, maar niet om bijdragen, nee. Ze geven de kracht aan de instelling. En de kracht, zeg met alle liefde, doet ze allemaal werk. En ik zie dat het is een verkoopdag, heer Chanlis. Ja. Krijgen de cliënten het geld? Nee, ze krijgen geen geld, maar wel een lekker maaltijd of wat dan ook. Drinken, lekker eten van buitenuit, weet je. Niet elke dag, maar als we dat doen vandaag een verkoopdag, ja, misschien nog een paar dagen krijgen we wel lekker eten. Vooral die lekkere, ze hebben nooit iets beter gegeten, maar laat ze maar proberen op iets beter te eten. En deze ben ik dankzij dat ik vandaag een verkoopdag voor de cliënten. Dus het geld wordt gebruikt dus om materiaal weer te kopen? Ja, precies. De materiaal gaat weer terugkopen zoals wij nodig elke dag, zoals vernissen, die massinjectsaus en dergelijke dingen. Dus de rest van alles is duur geworden. Dus we gaan proberen kijken hoe verder van buiten. Daarom we hebben vandaag buiten laten verkopen. En ik zie dat een heel groot deel is wegverkocht. En hoe is het gegaan met de verkoop, zegt u? Heel goed. Heel goed, heel goed, heel goed vandaag. Dus een heel aantal banken zijn weg. De bloemenrek zijn ook weg. Plantjes zijn ook weg. Dus ik ben echt blij dat we vandaag een mooie dag zijn. Ja. Gaan jullie voor dit jaar nog één keer organiseren? Volgend jaar. Hè? Volgend jaar, de emancipatiedag. Dat ga ik met hun ideeën weer, met de andere activiteiten, andere creatieve dingen naar voorbrengen. En ze maken ook van die hangers daar? Ja die vogelhanger. Kijk, dat zijn die heren zei, maar meneer Kato, ik heb een mooie idee voor je. Kijk, ik heb een vis, die kijkt op een pataka, ze maken gewoon een vis zelf pataka, weet je. En die andere wordt piranha, precies zo. Hun ideeën, kom ik meegaan met hun ideeën. Weet je, die zijn echt mooi voor de sleutelhanger. Je kan ook in de keuken zetten, je zet je schort, weet je. Dus hang het gewoon. Dit zijn de cliënten die echt bezig zijn. En ik dank deze dat de cliënten hier de kracht gegeven. Maar je ziet het ook. Het zijn mooie dingen, dus hun ideeën.